Effe Hoogland heeft vrijdag bij de ECK baanwielrennen in Berlijn zilver veroverd op de sprint. Bij de vrouwen greep Annemiek van Vleuten bij haar debuut als baanwielrenster net naast een medaille. De 24-jarige Hoogland moest in de finale zijn meerdere erkennen in de Fransman Sebastien Vigier, die in twee hits te sterk was voor de Nederlander. Eerder op de avond plaatste de renner uit Nijverdal zich ten koste van wereldkampioen Dennis Dmitriev uit Rusland over drie hits voor de eindstrijd. De halve finales bereikte hij zonder in actie te komen. In 2015 veroverde Hoogland wel de Europese titel op de sprint. Toen pakte hij bij die ek ook goud op de Tiam sprint en de kilometer tijdrit. In de kwartfinale kon landgenoot Harry Lavresse niet starten als gevolg van een val in de achtste finales. Hij had zijn duel in de achtste finales nog wel gewonnen van de Litouwers Svayunasjonovskas. Maar kon daarna niet verder. Van Vleuten. Van Vleuten werd vierde op de individuele achtervolging. De 35-jarige Vleuten ze moest in de strijd om het brons haar meerdere erkennen in Sylvia Valsenri. Ze was met een tijd van 3.36,581 ruim twee seconden langzamer dan de Italiaanse. Die tot 3.33,908 kwam, met haar tijd was Van Vleuten ook ruim langzamer dan in de kwalificatie eerder vrijdag. Daarin noteerde ze met 3.33,607, 50,560 km uur. De derde tijd, alleen de Britse Katie Archibald en de Poolse Justina Kauska waren sneller. Archibald veroverde met 3.29,328 ten koste van Kauskauska de Europese titel. De drie kilometer achtervolging is het enige onderdeel waarop Van Vleuten in actie komt in Berlijn. Ik wilde graag twee keer rijden voor de ervaring, zei ze tegen de NOS. ik kwam hier om ervaring op te doen. Strijden om de medailles was een tweede doel. Ik ben persoonlijk teleurgesteld dat ik nog niet hersteld was voor de tweede keer. De wereldkampioen de tijdrijden weet nog niet of ze zich gaat richten op deelname aan de WK-baanwielrennen die volgend jaar plaatsvinden in Apeldoorn. Dat ik de tweede keer niet hersteld was, zorgt voor vraagtekens. Maar mijn eerste achtervolging biedt perspectief. Ik moet wellicht het idee hebben dat ik kan meedoen om het goud. Van Riesen. Laurine van Riesen slaagde er op de 500 meter tijdrit niet in de finale te halen. De Leidse eindigde niet bij de beste acht in de kwalificaties. Kira Lamberink haalde wel die eindstrijd en werd daarin achter Kierte te te Kier wild. Die donderdag op de afvalkoers haar Europese titel prolongeerde. Greep op de puntenkoers naast de medailles. De 35-jarige Nederlandse speelde vrijdag geen rol van betekenis en eindigde alzelfde met vijf punten. Wild veroverde vorig jaar op de Ekbaanwiel dan vijf medailles. Waarvan twee keer goud. Het is vrijdag de eerste dag van de EK. Die tot en met zondag duren.